Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Nou, we zitten alweer in de maand december en dat betekent voor de meeste van ons dat het tijd is om een kerstpakket te krijgen. Althans, als je geluk hebt natuurlijk. Maar Larissa en ik werken voor onszelf, dus wij krijgen eigenlijk geen kerstpakket. Nee. Heb je wel een kerstpakket gehad eigenlijk? Ja, maar ik weet eigenlijk niet eens meer hoe lang geleden, geleden dat is. Ja. Twee vriendinnen van mij, die zijn ZZP'er, die hebben elkaar wel eens een kerstpakket gegeven die ze dan zelf hadden gemaakt. En dat vond ik eigenlijk best wel een heel erg leuk idee. Dus dit jaar had ik zoiets van, dat gaan wij gewoon lekker voor elkaar doen. En dan helemaal gepersonaliseerd. En we willen jullie een beetje meenemen in dat proces met hoe we dan hebben nagedacht over wat we, ja, wat we erin stoppen en wat niet. Want misschien vind je het ook wel gewoon heel erg leuk te doen om met een vriendin een kerstpakket uit te wisselen of iets dergelijks. Ja. Dus het wordt een beetje een shoplog en een unboxing in één. Nou, dan hebben we ook nog even ander leuke nieuws. En dat is dat we onlangs nieuwe producten in onze Endless Weekend Shop hebben gelanceerd. En dat wilde ik natuurlijk graag ook eventjes aan jullie laten zien. Ja, het zijn dus shirts. En we lieten het laatst al zien in de vlog. Het is een zwart shirt en een wit shirt. Ja. En op deze zwarte staat Nasi Goreng met die vlammetjes erop. Ik vind het echt super leuk. En het is wel echt een Endless Weekend shirt, want hieronder staat Endless Weekend. En op dit witte shirt hebben we hier een heel leuk hartje met Endless Weekend erin staan. Ik vond deze stijl heel erg leuk en old school. En ja, Endless Weekend Love is natuurlijk gewoon heel erg leuk en is perfecte basic white tee. Want het is wel... Oh. Barry zit aan ons statief te kouwen op dit moment. God. Allemaal kwel zit er in dit, op dit moment aan vast. Nou, Larissa zei net al, het zijn echt de perfecte basics. Qua t-shirts hadden wij best wel, ja, we zijn best wel kritisch eigenlijk van wat voor stoffen we wilden, wat voor fit en dergelijke. Dus we hebben uiteindelijk voor deze shirts gekozen, want het stofje is lekker zacht en van goede kwaliteit. Het is gemaakt van 100% bio-katoen. Mm-hmm. En hij is ook nog eens duurzaam gedrukt, want dit is inkt op waterbasis. En ja, de fit is gewoon heel erg mooi. Het zijn unisex shirts, dus als je een jongen bent is dit ook gewoon helemaal top. Ja. Daar houden wij gewoon wel heel erg van. Op de foto's kan je natuurlijk beter zien hoe die bij ons staat. Wij dragen zelf een maatje S. Ja, en je kan ook nog heel makkelijk de mouwtjes oprollen als je net een wat korter mouwtje wil. En ze zijn ook niet super kort, ook niet super lang, dus ja... Ik vind het echt een hele fijne fit. Echt top. Ja. Goed staat. Ja, en we weten dat het nu het najaar is. Maar je kunt t-shirts natuurlijk heel goed dragen. Met een mooi en lekker vest eroverheen. Dan is het nog steeds lekker warm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik zou zeggen, zet hem op je kerst wishlist. En naast deze shirts hebben we ook oorbellen toegevoegd aan de shop. Er is even nog wat nieuwe interieur items. Ja. En er zijn ook weer nieuwe scrunchies bij. En fanny packs. Ik heb ook hele leuke teddy hele fanny packs. Ja. En dan wilde ik daarnaast nog even laten zien dat de kettingen, maar ook de oorbellen nu in feestelijke verpakkingen komen. En dat zijn deze witte sieradendoosjes met ons logo erop en dan ook nog een strikje eromheen. Oftewel gewoon extra feestelijk verpakt voor de feestdagen. Dus als je nu bestelt, dan komt het dus in deze verpakking. Heel veel nieuws in de webshop. Dus neem zeker even een kijkje en de link staat ook in onze beschrijving. Alright, dan is nu tijd om te gaan shoppen voor onze kerstpakketten. Let's go. Oké, jongens, ten eerste, het is echt super lekker weer. Ten tweede, ik sta in de stad, want ik ga op zoek naar ingrediënten voor het kerstpakket. Ik heb eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, maar één keer in mijn leven een kerstpakket ontvangen. Dus dat is eigenlijk het enige voorbeeld dat ik een beetje heb met dingetjes die je erin kan stoppen. Ik ga sowieso wat met eten erin doen. Ik heb een beetje in gedachten dat ik naar de Dille Camille ga en ook naar de Stag. En als ik iets tegenkom bij de winkels, dan neem ik gewoon even een kijkje. Dus ik denk dat het wel moet lukken. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Ik heb eventjes gegoogeld op wat zit er in een kerstpakket en ik ben op dit artikel gekomen. En hierin lees ik eigenlijk gewoon dat mensen vooral een beetje blij worden van een fles wijn, wat snoepjes, koekjes, beschuit, dat soort dingetjes. Dus een beetje wat luxere items die je gewoon normaal misschien niet zo snel voor jezelf koopt. Oké, guys, we zijn er. Het enige is dat ik net Tara tegenkwam, dus die zit ook hier nu echt binnen in de Dillecabine. Kijk, daar is ze. Oh. Deze winkel is natuurlijk top en ze hebben hier echt super veel lekkere dingen ook. Dus ik ga even kijken voor wat eten en misschien iets om mee te bakken. Ik ben dit tegengekomen. Tara houdt echt heel erg van risotto en dit ziet er ook heel erg mooi uit. Dus ik ga deze sowieso meenemen. Ik ben het echt fantastisch geslaagd bij oil en vinegar. Heb ik echt precies gevonden wat ik graag wilde hebben. Het enige is dat ik nu echt al heel erg rap door mijn budget ga. Dus ik heb hier dus €4,95 uitgegeven. Hier €16,15. Dus ik zit echt op €21,10. Dus echt voor ongeveer €4 mag ik nog maar andere dingetjes kopen. Dus ik heb echt een beetje...
een soort van inschattingsfout gemaakt. Maar ik heb wel echt hele lekkere. En dingen waar ze heel happy van wordt. Zo, ik ben net naar Simon Laveld gegaan. En ik heb daar een lekkere thee gehaald onder andere. En nog een koffiesiroopje. En ik merk dat ik het toch wel lastig vind om in winkels te vloggen. Omdat het echt wel heel druk is. Er zijn heel veel leuke dingen en ik ben een beetje overwhelmed. Kijk, ik sta in de Bowen Supermarkt. En deze hebben Larissa en ik een keertje in een restaurant geproefd. En die is super lekker. Dus ik twijfel of ik hem meeneem. Omdat ik eigenlijk al een cider heb. Oké, ik ben op zoek naar een bakmix. Maar no offense, maar die van Koopmans vind ik gewoon niet heel feestelijk eruit zien. Van Bio Today, die vind ik nog best wel mooi. Want ik heb net ook bij de Stag gekeken. Daar vond ik alles heel duur. Maar dit is maar €2,70. En verder zit er ook vaak wel pasta in zo'n pakket. Zo, ik heb echt eventjes heel goed nagedacht. En toen dacht ik, ja, die kringloop. Het enige is dat het vandaag maandag is. En dat de kringloopwinkels in het centrum vandaag gesloten zijn om een of andere reden. Dus ik moet nu echt even wat verder weggaan. Nee, jongens. Gesloten. Shit. Echt super verschut, maar ik zat dat stukje te filmen en toen keek naar rechts. En toen zag ik een hele tafel met alle personeelsleden naar me kijken. Dat ik dat aan het filmen was. Even goed nadenken wat ik nu ga doen, want daar ben ik helemaal voor niks hier naartoe gekomen. Oké, ik heb een andere kringloop gevonden. Ik ben hier nog nooit geweest, dus ik hoop dat dit wat is. Dus ik zie hier zo'n nepkaars liggen. En ik heb deze zelf ook. En die zijn echt heel erg mooi en goed. Het enige is van, ja, werkt die? Dat weet je niet. Want hij doet het niet. Maar misschien zijn de batterijen oud. Ik vind het wel een beetje een risicootje. Nou, daar zijn we weer, jongens. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ik ook. Ik moet zeggen, ik ben best wel een soort van zelfverzekerd over wat ik heb geshopt. Oké, ja, ik moet zeggen, ik vond het ook heel erg leuk om te doen. Het was even een tijdje geleden alweer dat ik echt even de stad in ben gegaan om te shoppen. Ja, ik heb mezelf, ik zei het tegen Larissa, de laatste tijd eigenlijk niet echt de tijd gegund om de stad in te gaan. Dus ik vond het wel heel erg lekker. Ja. En het zonnetje schijnt en Utrecht is gewoon mooi. Dus ik had er gewoon helemaal zin in. Dus we hebben ze inmiddels ingepakt. Ja, we gaan ze even uitwisselen. Mag trouwens ook even heel erg even een momentje voor deze kerstman die iets te pittig heeft gegeten. Oh, je bedoelt die te veel heeft gedronken? Moet je kijken. Waarom is hij zo rood? Hij is echt knalrood. Dus kijk eens daar. Alsjeblieft. Voor jou. Dankjewel. Oeh, hij is aardig zwaar. Wil jij eerst beginnen met uitpakken of zal ik Begin jij maar. Allereerste wat ik hier zie. Wat is dit? Het is een papieren slinger. Warm Wishes. Ziet er super leuk uit. Ja. Kan ik lekker ophangen, want ik heb nog helemaal geen kerstversiering. Dus nee, dat is leuk. Precies. En ik dacht, nu met Barry erbij kan Larissa niet all out gaan met alle kerstversieringen. Want ik denk dat Barry in de kerstboom gaat klimmen. As we speak, klimt hij in de kast. In de kast. Maar deze slinger die leek me dan nog wel leuk. En het is een beetje zo'n touwtje met van die dingetjes. Dus ik dacht, ja. Dat is misschien wel een leuk extraatje voor in een kerstpakket. Leuke versiering. Volgende item dat ik hier heb is een Bio Today It's Organic All Natural Banana Bread Baking Mix. Hey, dat is leuk. Ja. Ik dacht, een baking mix van Larissa die vindt koken wel, zeg maar, je vindt het wel leuk om te bakken. Maar ze vindt altijd dat ze geen genie is in de keuken. Nou, dus vind ik echt super leuk dat Tara mij dit heeft gegeven. Want als ik zeg maar een bakmix zie, dan heb ik al sneller het gevoel van, oké, dan ga ik wel wat maken. Als je mij zeg maar alleen meel geeft. Een eier en zo. Een eier, nee, dan gebeurt het minder snel. Nee, maar dit vind ik heel erg leuk. En ik heb nog nooit een banana bread baking mix gehad. Oh, dan zie ik nog wat lekker zo, jongens. Oh, ja, in een kerstpakket moet toch altijd wat lekker zitten. Het zijn de Oreo's die witte chocolade eromheen hebben. En ik vind deze echt goddelijk. Ja, en dat wist ik. Goddelijk. En deze had een kerstverpakking. Dus ik dacht, oké, er moet wel iets lekkers in zitten. Maar wat kan ik dan doen? Want het budget van €25 is toch wel wat lastiger. Ja, het was wat lastiger, hè? Maar toen zag ik deze en toen dacht ik, oké. We zijn nog niet klaar. Wat is dit? Lekkere thee. Dit is grofbladerige thee met een frisgroene kleur, zacht en soepel met tonen van kastanje, gras en boter. Oké. Ja, dit is dus een theetje van Simon Laveld. Want ja, ik had zoiets van, inderdaad, van je drinkt veel thee, dus dan wil je een goed merk. Dit is gele thee. Ah, dit is gele thee. Oh, dat heb ik nog niet door. En ik weet dat je ooit gele thee had, maar ik weet niet meer. Volgens mij heb je die andere gehad. Ik heb deze niet maar twee volgens mij soorten. Gehad, nee. En ik vind het wel fijn dat hij zacht en soepel is. Ja, want deze die zou iets zachter zijn dan die andere. Maar ook nog een beetje nootachtig. En ik heb eraan geroken. Ik denk dat het wel goed is. Lekker. Ik zie dat wel hoor. Dit met een theetje erbij. Snap je nu een beetje. Of een plakje bananenbread. Wat is dit? Zwaar en breekbaar, dus ik zal voorzichtig zijn. Yay! Dit is echt heel fijn. Dit is hele lekkere siroop voor in de koffie. En het is de karamelsmaak. En die kon ik
ja, de laatste tijd eigenlijk niet heel erg goed vinden in het groot. Want bij de Intratuin hebben ze ook siroopjes. En dat is een net niet karamel, dat had ik tegen Tara gezegd. Ik zat echt te twijfelen van, moet ik het dan nu geven in het kerstpakket? Of moet ik het gewoon voor kerst doen? Toen dacht ik, nee, dit is zo'n typisch ding wat in een kerstpakket zit. En dat kan je dan gewoon bij de koffie of zo doen. Dus ik dacht, nou, hij moet gewoon nu in deze video gegeven worden. Maar even serieus, ik heb met alles tot nu toe dat ik iets heb van, nou, of ik wil het meteen ophangen of ik wil het meteen gaan eten. Volgens mij gaat het de goede kant op. Gaat helemaal goed. Hoeveel items zitten er nog in? Ik heb nog één dingetje volgens mij. Ik vond het een beetje spannend om deze te geven, omdat ik... Kijk, je weet al wat het is. Ja, ik weet al wat het is. En ik weet dat je er eigenlijk niet per se meer wil hebben. Maar ik heb het toch gedaan. En het paste erbij of zo. Ik weet, ja. Het paste bij de vibe. Oh, wacht. Wacht even. De prijzen zaten er nog, jongens. Oh, ja. Dat vind ik heel mooi. Deze mok die komt uit de Urban Outfitters. Oh, ja. Kijk dan. Je weet misschien wel, ik hou heel erg van die natuurlijke kleurtjes. En dat is deze gewoon echt perfect. Ik vind deze heel mooi. Hij is vet, hè? Ja. En hij heeft ook een beetje metallic goud. Metallic goud. Ik weet niet of je het goed kan zien. Stargazer op. Ja, ik weet niet. Goed formaatje ook. En ik had het, vorige keer was Larissa bij mij. En toen zei ze dat ik een van die mok heb die ze gewoon heel chill vond om uit te drinken of zo. En gewoon mooi eruit zien. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon het risico dat ik een mok geef. Ook al wil je niet meer mokken. Maar wel in de tinten die je wilt. Ja. En ik vond het ook wel iets wat je in een kerstpakket kan krijgen. En het past heel goed bij de alle andere cadeautjes. Ja, ik vind deze echt heel mooi. Hier heb ik ook meteen ietsje van. Nou, hier wil ik gelijk mijn thee of mijn koffie uit drinken. En stoppen. Thank you. Alsjeblieft. Ik vind hele leuke cadeautjes allemaal. Echt heel leuk. Benieuwd, soort van zenuwacht van wat zal ze van mijn dingen vinden. Heb ik ook net zo goed mijn best gedaan. Kijk maar even in die knalrode centen. Ik ben benieuwd of je een beetje op dezelfde manier hebt nagedacht of heel anders. Ik heb wel op dezelfde manier nagedacht. Oké. Ja. Oké. Deze had ik wel verwacht. Ja? Ja. Oh ja, want ik vond het zo grappig, jongens. Ik was eventjes ergens anders gaan fietsen. En ik dacht, nou, ik ga naar Dylan Camille, want Tara die is ergens anders in de stad. Kom ik eraan, staat ze gewoon voor die winkel. En ik had iets van, ja, shit, maar ik wilde hier naartoe. Dus ik wilde ook niet weg. Nee. Heb je toen gewacht? Nee, ik ben de winkel heen gegaan. Stonden we tegelijk in de winkel? We hebben... Heb je niet gezien? Nee. Oh, ik heb je nog wel gefilmd. Dus kijk eens even dan wel gezien. Had je echt niet door dat ik er was? Nee. Ik dacht dat ik het heel vervelend zou vinden dat ik toch naar binnen was gegaan. Heb je mij bekeken? Terwijl ik in die winkel... Nee, ik ben wel expres steeds weggegaan. Wow, dit is echt creepy. Ja? Ja, ik heb jou overal in de winkel gezien. Alleen oh my elke God. Als zij mijn kant op kwam, dat ik iets had van... Waarom kom je nou mijn kant op? Ik sta hier te shoppen. Misschien kan je beter even aan jouw kant blijven. Dacht ik, nou, dan ga ik wel weer weg. Dus elke keer kwam jij dichterbij en toen ben ik weer zo de andere kant de winkel doorgegaan. Wow. Ja. Ik dacht ik vind het echt waarom heel creepy. Waarom is ze nou hier aan het vloggen? Ik hoor je gewoon half praten. Oké, ik ga wel weg. Echt? Ja. En ik had juist zoiets van, ik heb helemaal niet veel gefilmd of zo, hè. En ik had zoiets van, er zijn niet veel mensen. En ik was daar een beetje van bewust. Dus ik wilde ook niet om me heen kijken. En ik ben wel iemand, ik ben best wel een dromer. Ik zit best wel in mijn eigen wereld. Oké, dit is dus risotto. En ik heb dit merk al wel eens eerder geprobeerd. En ik vind risotto heel erg lekker. Ik vind dit merk je ook gewoon heel erg chill en goed. Ja, en ik had ook super iets van, dit is echt zo'n soort van luxe product dat je vaak in een kerstpakket krijgt. En misschien niet heel vaak voor jezelf koopt. Wat is dit? Dit komt volgens mij in een kringloopwinkel, of niet? Hoe weet je? Omdat ik het zie in de verpakking, maar ik vind hem wel leuk. Hij is super oldschool, vond ik. Ja, daarom dacht ik het meteen. Want het is echt zo'n super klassieke kerstkaars. Gewoon zo'n kandelaar ding en dan zit ook dat ding erbij dat je uit kan doen. Hij is brand new, hè? Dit is top, dit. En ik dacht, dat ding is gewoon heel erg handig, want je kan natuurlijk alle kaarsen in je huis gebruiken. Ja, deze is wel echt... Oh, er zit zo'n kaars bij. Ja. Deze is wel echt classic. Dit schreeuwt classic, het schreeuwt kerst. Ja. En het is functioneel tegelijkertijd, want dit is gewoon echt iets wat heel handig is. Ik vind het leuk. Ja? Ik vind het wel leuk, ja. Okay. Italiaanse toosjes met truffel. Ik verwachtte echt, ik weet niet, ik verwachtte gewoon iets met truffel. Want met kerst krijg ik altijd wel iets met truffel. En als je dan denkt aan een kerstpakket, dan moet dat echt wel sowieso. Nice. En ik ben dus echt iemand die heel erg houdt van toosjes en dat soort dingen. En deze komt ook uit Dylan Camille? Deze komt uit Albert Heijn. Oh, ja. Die hebben een hele speciale selectie liggen met allemaal mooie toosjes. En toen zag ik deze met truffel, dacht ik,
gotta have it. Ja, dit lijkt wel echt op iets wat ook in het Dylan en Camilla had. Ja, vond ik ook inderdaad. Ja. Dus dat is wel leuk, gelijk een hele mooie tip. Dus heb jij ook een beetje gelet op verpakkingen en zo? Ja, want ik wil wel dat het er mooi uitziet. Dus daarom had ik iets van, hé, dit is best wel een goede prijs. Het ligt gewoon bij de supermarkt. Maar het ziet er niet uit alsof het echt van de Albert Heijn is. Ja, smart. Deze, dus die hoort gewoon een beetje erbij van... Ja, bij de doosjes, bij de nootjes. Waar ik deze in kan doen bijvoorbeeld. Dit is een heel mooi houten bakje of een kommetje. En dit is ook wel een formaatje dat ik nog niet heb. En ik moet zeggen dat wat Tara net over mij zei met de beker... dat ik het ook spannend vond om iets te kopen als een kommetje, als een beker. Omdat ik niet wilde dat je iets had van, ach, weer een kommetje. Ja, dus maar ik vind deze mooi. Dus ik heb er best wel lang over gedaan. En deze vond ik wel heel erg mooi. Ik vind deze ook mooi. En deze is top. Dan kan ik tenminste een keer wat... Deze komt ook van de kringloop. ...dingetjes erin doen. Hmm. Zijn goede finds. Maar dat kan jij ook heel goed, hè? Ja. Zit een hele lekkere olie. Ja, oh, er staat niet op welke het is, of wel? Oh, het is truffel, ja. Een hele lekkere, goede olijfolie met truffel. Ze hadden twee soorten. Eentje was wat lichter en deze is wat voller, wat romiger, dacht ik. Moeten we hebben. Is dit uit die winkel met al die olies en zo? Ja, de oil and vinegar. En deze kon je ook heel goed combineren met de risotto stond erop. Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik deze hebben. Ja, dat doe ik ook wel vaker. Oh, dat is lekker. Ja, dus ik heb er heel veel zin in. Zelf getapt. Oh, je hebt hem zelf getapt? Ja. Oh, leuk. Ik zie hier nog iets. Kijk, ze hebben er echt zo'n stempel op gedaan. Zo'n oldschool stempel. Ja, vond ik ook echt super mooi. Truffle powder. Truffle en salt mix. Oké. Dus nee, nu ga ik 100% truffel risotto maken. Dus dit is een poeder wat je eigenlijk overal bij kan doen. Op elk gerecht. En ik had iets van, nou ja, dan kan je het gewoon een beetje extra doen bij de risotto. En je doet het bij ja, wat nog meer. Zo lekker. Oh, hij is zo lekker. Wow. En ik had iets van, het is gewoon denk ik een makkelijk product. Dus als je iets hebt van, nou ik heb iets gemaakt, maar ik mis wat extra, doe ik gewoon een stukje. Ja, nou ik mis altijd extra. Poeder erbij. Chill. Dan... Ik vind het echt heel lekker. Yay. Dankjewel. Ik ben echt zo'n truffel lover. Dit is echt veel truffel. Oh, nou ik moet zeggen, ik vind het een heel goed pakket voor je. Heel erg lekker. Nou, ik vind het echt super leuk om te horen dat je er blij mee bent. Ja, ik vind het ook leuk om te horen dat jij er blij mee bent. Het is tenminste zo'n kerstpakket waar je dan wat in hebt. Want je hebt altijd wel, dus vaak wel van die dingetjes bij waar je eigenlijk net niet op... Zeg maar, het is leuk. Je waardeert het altijd echt enorm. Ja. Waar ik dan tegenaan liep is dat je hebt van die typische dingen die in een kerstpakket zitten, zoals olijven. En die lus je dan bijvoorbeeld niet. En dan heb je ook altijd van die stokjes. Toen dacht ik, ja, wat doe je nou eigenlijk mee? Dat weet ik eigenlijk niet. Op deze manier hadden we toch nog wel echt die vibe van een kerstpakket. Want het zijn allemaal die lekkere, wat luxe dingetjes. Maar zijn ze echt gewoon 100% op de persoon bedacht. En vind je gewoon alles lekker en leuk. Nou jongens, vergeet natuurlijk niet om onze webshop te checken. Nogmaals, het linkje staat in de beschrijving. We hebben allemaal superleuke items die te shoppen zijn. Ook als kerstcadeautjes voor een ander, voor jezelf. En ik hoop dat je het heel erg leuk vond om deze video te zien. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel erg graag terug in de volgende video. Doei doei! Doei.